Een penalty is altijd een beetje gokken. Oké, ik heb wel wat beelden bekeken en ik moest gewoon lang wachten. Dat is het enige dat ik wist. Ik ben vol naar de hoek gegaan en ik ben blij, zoals ik zeg, dat ik gewoon mijn waarde kan bewijzen. Yes, we can say that because we deserve to be winning at the time. But football is like this and we get a penalty. Then Mats saves the penalty and we win. We deserve the result. But if it's goal, it's football, you know. But he have a fantastic save and congratulations to him. Ik ben blij dat ik de ploeg op die momenten in de wedstrijd kan houden op 0-0. En ik denk ook dat die fase ook een beetje extra spirit in de ploeg bracht. Dan hebben we uiteindelijk die wedstrijd goed kunnen uitspelen en gewonnen. Dus heel blij. We have two great chances to score. But the team reacted well in the second half and I think we are the deserved winners. Misschien just die scherpte een beetje missen voor de goal. Die wedstrijd kunnen we heel gemakkelijk winnen. We missen een beetje efficiëntie. En ik denk als we daar de eerste helft gewoon onze kansen afwerken, dat we die wedstrijd heel gemakkelijk winnen. Want we hebben eigenlijk twee heel grote kansen gekregen. Everybody in the group works a lot. We are not have just 11 players. We have a team. And everybody is ready to give the answer. And tonight, it's the proof of it. Good, we win. We continue chasing our goals. And I'm gonna sleep good tonight.